Deze highlights worden u aangeboden door Heineken en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Door een Nkunku, opletten hier. De voorzet van Brobbey schiet nog door. Angelino. En Brobbey legt hem naar het centrum. Forsberg en dan het schot en de parade. De redding van Simon Mignolet. Eerste kans van de wedstrijd is voor Rasenballsport Leipzig. Balbezit voor rood en wit, voor de Duitsers. Brobbey goed meegenomen. En is daar de goal of niet? Mignolet en nu wel een Nkunku. Het is 0-1 voor Rasenballsport Leipzig. Christopher Nkunku uit Frankrijk. Angelino gaat hem laten voor Forsberg. En daar komt die bal van de Zweed weggekopt door Jack Henry. En Kampel in één tijd op de slofbal blijft wat hangen. Want op wie was het? Was het op een Nkunku? Ja, ik denk het wel. Het was geen buitenspel. En ook dit is nog geen buitenspel. Dan krijgen ze die bal weg. En Sokki. Oh, ze hebben het heel erg lastig bij Club Brugge. En is dit een penalty? Jawel. Forsberg. En het trapt hem binnen. Loopzuiver. En het staat 0-2. De wedstrijd lijkt al voorbij. Nog voor hij goed en wel is begonnen. Club Brugge staat voor een loodzware opdracht in het Jan Breydelstadion. Angelino, goede center. 0-3. Wat een goal. 0-3 voor Leipzig. André Silva. En zo ja, wordt het echt een drama. Die lang aan te spelen, nog altijd Van der Brent. Gaat neer, maar hier is Soa. En dan is het uiteindelijk... Nee, het was geen penalty. Emil Forsberg niet te veel ruimte geven. Ja, dat zeg ik. 0-4. Je mag hem niet laten trappen. Het is het verhaal van de hele eerste helft. Soa geeft hem aan Lang. Kan hem nog eens breed leggen. Moet hem breed leggen. Doet het niet goed. Geeft hem tekort voor Mats Ritsmarbol. Hier is een Nkunku. Gaat hij ook nog een goal maken? Nee, op het lichaam van Mignolet vanuit een ja, schier onmogelijke hoek. Zo scherp was het. Hier is Mats Rits. Hier is André Silva om het nog erger te maken. Maar de goede reflex. De beenveeg van Simon Mignolet. Nkunku, opletten nu. Henry moet uitkijken. Nkunku is snel, kap naar binnen. Nkunku, Silva laat lopen. Novoa, nog eens Silva, buitenspel of niet? Nee. Weer Mignolet. Geen buitenspel, maar dit had al nummer 5 moeten zijn. Twee grote kansen voor André Silva. Hier is Nkunku. Nkunku legt af en dan een goede tussenkomst. Moriba en Van Aken met een uitstekende paas in de diepte voor Noah Lang. De redder voor Club Brugge komt hij er dan toch aan. Noah Lang, scherpe hoek en de save van Martinez. Oh, de voorzet was goed.
fantastisch van Nkunku. Looplijnen op de mat gelegd om een paas te versturen. Forsberg legt hem af. Nkunku nog eens. Nee, het is over. Moriba, afgeblokt door Rika. Moriba. Geen buitenspel. Ja, en dan is er hier toch nog een kans, maar opnieuw Mignolet. En dan gaat hij er alsnog in. Ja, het lijkt me buitenspel, leek me dat. Om, ja, Hendricks die nog in de weg liep, maar het is een Nkunku. Het was eerst de Novoa met de poging en een Nkunku met ook voor hem de tweede van de wedstrijd. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.